Dit is echt een buitengewone ontdekking. Er was geen enkel ander kamerscherm bekend in het oeuvre van Keiga. Het scherm toont de baai van Nagasaki met daarin het eilandje Deshima en allemaal andere prachtige details. Keiga was als een fotograaf zonder camera. Dankzij deze schilder weten we nu nog meer over de bijzondere historische relatie tussen Japan en Nederland. Dit is een sleutelstuk dat onze hele Japan-collectie samenbindt.